De 20-jarige Rishi Ramgoolam is afgelopen zondag in de Suriname-rivier nabij de oude Carolinabrug verdronken. Rishi was met enkele vrienden op de brug toen zijn slipper in het water viel. Hij sprong in de rivier om de slipper te halen. Een van de anderen merkte dat Rishi in moeilijkheden verkeerde en sprong hem achterna. Het lukte hem echter niet Rishi te redden. Het ontzielde lichaam van de 20-jarige is vandaag geborgen. Rishi Ramgoolam is de vierde persoon die in korte tijd middels verdrinking het leven laat. Eerder verdronk een man in een vijver, de Sophiaslust, en ook twee vissers lieten het leven nadat ze in de Suriname-rivier in de diepte verdwenen.